Yo, kijkers van Online Kids, van hartelijk welkom bij de eerste 8e finale tussen Zwitserland en Italië. Jongens, Zwitserland tweede geworden, Italië ook tweede geworden in een groep. Dus dit is de nummer 2A tegen nummer 2 uit groep B. Een hele vriendelijke groet vanuit het Olympiastadion in Berlijn. Er is een stralende lucht. En we hier gaat het om. Er moet een winnaar komen. Bij een gelijkspel zullen we verlengen naar de 120ste minuut. Hier waar nog gelijkspel staat, gaan we naar 11 meter, oftewel penalties. Er zijn nog 16 teams over, maar beide landen willen natuurlijk 16 landen die knokken voor één doel. En dat is Europees kampioen worden. Italië is nog altijd in de race. De coach heeft de keuze om de cup te verdedigen. 11 namen. Sommer. Sommer onderlaat bij Zwitserland. Dennis Zakaria. Rodriguez, Akanji, Cher. Met Chaka in het centrum. Andoy, Zakaria, Sjaan, Rietmoor, Vargas, Chakiri. Drie aanvallers in de frontlinie. En Okafor. Van Zwitserland. En dat zien we graag. Ik speel vandaag gewoon met Italië. Dit zijn de 11 spelers. Italië met Donnarumma, 3-4-2-1. Vinden we Donnarumma. Barella speelt op het middenveld. Di Marco, Gini, Barella, Di Lorenzo, Chiesa, Pellegrini. Voor een Scamacca. Scamacca. Zij moeten op jacht naar goals. Sterke voorhoede. Dit is dus Italië. Zo'n driemans aanval. Zo is de eerste 8e finale wedstrijd begonnen tussen Zwitserland en Italië. Zwitserland heeft 3 jaar geleden in de 8e finale Frankrijk uitgeschakeld. Dennis Zakaria. Dat was toen de regerend wereldkampioen. Dit is regerend Europees kampioen. En de vraag is, als je regerend wereldkampioen, kan je ook Italië dan uitschakelen? Dat is de grote vraag. Jorginho nu. Dus Zwitserland, een gevaarlijke moeilijke ploeg. Barella. Vind ik. Ik heb zowat alle groepswedstrijden allemaal gezien. Qua A in ieder geval wel. Barella. Di Lorenzo. Hij laat zien hoe het moet. Een mooie dribbel. Di Lorenzo met de voorzet. De kop al komt. 16 meter gebied. Die ingreep wordt afgefloten. En er komt dus een vrije trap. Vrije trap. Voor Italië. Ja, er staat zeker iets op het spel. Als je doorgaat, ga je verder. Verlies je, ga je naar huis. De voorzet. Voorgegeven bij de eerste paal. Hij werkt de bal naar voren. Shaqiri. Shaqiri. Niet meer aan de bal na die tackle. Barella. Barella, wat. Goed, zijn licht ervoor gezet. Di Marco. Ah, dit is goed. Di Marco, dit is goed. Dit is kopbal. En Sommer tikt hem weg. En na 10 minuten hebben we wel wat gezien van Italië. Dat is een gevaarlijke kopbal. Voor het doel gebracht. Nee, er zit iemand bij. Dit is goed. Dit is zeker goed. Oh, op de lat. Zo, wat een lekkere knal van afstand. Zeg. Daar was Italië weer. Die had de keeper niet gehad. Nee, hij gaat uiteindelijk over de achterlijn. Maar die bal die raakt nog wel het aluminium. Hè? Raakt de lat. Nederland speelt trouwens in München.
fucking ver. Daar gaat het balbezit. Zodat hij dichterbij was, als hij een Gelsenkirchen speelde. Düsseldorf of Keulen was hij heen gegaan. Dit loopt iets op. Het is verdedigd, daar was Zwitserland. Wat is kans? Morella. Een echte klassieke spel. Daar ging iemand neer. Barella. Barella uitkappen en Sommer staat in de weg. Jorginho. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Getrokken, is dat niet? Hij wordt weggewerkt. Maar toch probeert er een voorzet eruit te persen. Ze kunnen deze voorzet om in de 16 te pompen, zullen we maar even zeggen. Shaqiri. Het andere team weer aan de bal. Die wil gaan zo. Oh, en onder zware druk. Ze roepen het over zichzelf af. Die doet er naar voren, hij. Nee. Scamacca. Fuck, het is Zakaria. Shaqiri, dit is op de bal. Dat doet hij goed. 20ste minuut. 0-0. Barella. Jorginho. Dus uiteraard allemaal een open wedstrijd Barella. Gewoon. Ik weet niet wat je gaat Italië verwachten. Dringt aan. Wordt dit dan hun kans? Kunnen verrassingen inkomen hier in de achtste finales. En dan Barella. En in deze kolom, daar zijn echt sterke landen Jorginho. Bij elkaar. Maar zelfs gaat is het Italië, het Duitsland. Di Lorenzo. Komt het door, Di Lorenzo. En dan moet hier toch bij de 1-0 vallen. Nu snel eruit komen. Is het 3 tegen 4. Kunnen ze die counter afmaken? Hij komt door en scoort niet. Nou, dat scheelde niet veel. Een kundige, een levensgevaarlijke counter die bijna resulteert in het doelpunt. Nou, dit is zo moeilijk te verdedigen. Zwitserland had er meer mee kunnen doen. Die keeper let niet op. Echt een fout hoor. Vargas. Okafor. Ze willen dat hij schiet. Sherdan, Shaqiri. Shaqiri gaat tussen twee man door en dan. Donnarumma. Die peert die bal even weg, dat is het beste wat hij kan doen. Gianluca Scamacca. Pellegrini. Moet hebben, Pellegrini! Keeper moet zich strekken. Want anders werd hij echt tussen twee man erbij. Hier. Daar was nog wel ruimte. Corner voor het doel gebracht. Geen risico genomen hier. Dit is goed. Heel sterk. En als een huis dat blok. Half uur gespeeld. Ricardo Rodriguez. Bal nu bij Zakaria. Zakaria. Vargas. Doye. Donnarumma. De bal is ingeleverd. Shaqiri. Ze bouwen hun volgende aanval op. Shaqiri. En Donnarumma heeft hem. Letter geblazen. En dan pakt hij deze ook. Zo laat Zwitserland zich ook gewoon zien hoor. Tegen het regerend Europese kampioen. Dat deed Albanië ook. En hier is de 1-0 van Zwitserland. De eerste van de wedstrijd. De 37e minuut leidt Zwitserland. En dus is het een doelpunt. Ja, dit is een prima goal. En die kon eigenlijk ook niet uitblijven. Hè? Want ze hebben al zoveel kansen gecreëerd. Op een gegeven moment bezwijkt de tegenstander dan. Shaqiri. Het spel wordt hervat. En Italië kijkt nu tegen een achterstand aan. Lorenzo Pellegrini. Di Lorenzo aan de bal. Barella. Di Marco. Jorginho. Barella. Lorenzo Pellegrini. Pellegrini. En de kopbal was goed hoor. Sommer verraste daar. Ah, mooi gedaan. En de dreiging is geweken.
U kunt allemaal weer rustig gaan slapen. Kickball is daar voorbij. Hij is zijn directe tegenstander voorbij. Voorzet. Maar daar gaat de 2-0 bijna eraan komen, zou je zeggen. Maar we gaan rusten. De 1 minuut erbij. Betraagt slechts 1 minuut. Niet goed gedekt. Hij is de tegenstander kwijt. Zwitserland heeft het. Moeilijk. Komt de hoekschop in het midden. Dat is een overtreding. Dit makkelijk. En een extra tijd van de eerste helft. En Donnarumma. Keeper strekt zich en tikt de bal naast. Fantastisch. Ja, we rusten bij stand van 1-0 van Zwitserland. Zit de eerste helft erop. Een boeiende wedstrijd. Veel kansen, veel acties. Wat is überhaupt de wedstrijd overzicht? 43-57. Zo het 7-7. Paaspoon. Het loopt allemaal redelijk goed bij elkaar. De rust is voorbij. Afgetrokken. Tweede helft is ingegaan. Wat voor moois gaan we nog krijgen in de tweede helft. Italië moet een doelpunt maken. Di Lorenzo heeft trouwens nog een gele kaart gekregen. Ik doe een overtreding. Barella. Jorginho. Oeh, dit is ook een kaart. Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Gewoon gevaarlijk. Dat zou wel een schil kunnen zijn. Hij heeft gewoon een gele kaart op. Die krijgt hij dus ook. Hij krijgt daar geel voor. Shakiri krijgt geel. Denk ik. Lorenzo. Jason. Hij gaat verder. Gaat hij er gelijk door? Jason, nou moet het 1-1 zijn en dat wordt het dus niet. Door je. Oh, daar is Zwitserland erdoor. Zwitserland is erdoor. Zwitserland maakt niet de 2-0, want de lat staat in de weg. Goed werk hoor. Maar het is nog niet gedaan. Tackle in het eigen doelgebied. Ja, dan was de voorsprong bijna Lorenzo. Ik denk dat het toch een andere wedstrijd was geworden, maar... Dat was bijna 2-0 Zwitserland. Daar komt Italië goed weg. Fysiek sterk en zelfverzekerd aan de bal. Shakiri. Shakiri is erdoor. Kijk hoe makkelijk dat ook gaat. Shakiri nog altijd. Zakaria. En die is voor Donnarumma. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Jorginho. Federico Chiesa. En nu snel schakelen kan voor door. Hij wordt niet aangepakt. Hij wordt niet aangepakt. En dan is het Sommer die daar nog een handje er tegenaan zet. Een nieuwe speler in brengen. Jorginho met de corner. Wordt voorgegeven. De bal nu alweer ingeleverd. En dan veroveren ze hem op een gevaarlijke. Er zijn veel spelers in het rood. Vargas. Ja, nu kan er een counter komen. Barella. Niet meer in balbezit na die ingreep. Dit is een goed balletje. Dit is een heel goed balletje. Is het dus 1-1. Na 62e minuut. Staat Italië weer naast Zwitserland. Laat dat er gejuicht wordt. Laten waar we de Zwitsers samen maar zitten. Dit is een doelpunt waar... Dit is allemaal heel goed gespeeld. Eerst... Sommer, het kan er net niet bij. En dan wordt deze aanval besloten met een schot dat... En 1-1. De keeper kan de bal eigenlijk alleen maar nakijken. Mooi om te zien. En het staat weer gelijk. 1-1. Ebischer. Die Lorenzo. Pellegrini. Kamaka. Chiesa.
Blijft aan de bal. Voorbij. Dat gaat hem niet lukken. Dan probeert hij het op deze manier. Zit er 25 minuten op de klok. Jorginho. Kopbal en die gaat de dag op. Wat een doel. Voor die kopbal, maar over. Wel mooi gekopt. En de bal is voor hen. Vargas. Hij komt en hij zet een tackle in dat gewoon op de bal was en dan gaat Italië vandoor. Pellegrini. Scamacca. Scamacca. Federico Chiesa. Chiesa, die is er door. Chiesa, maar die is voor sommigen. En deze keer pakt hij hem vast. Nou, daar staat het. Ze trakteren zichzelf op de 4 op 8. Andere kant. Maar ze maken het niet af. En nu staat het nog wel gelijk. Ja, ik zou zeggen. Naar de andere kant. Vargas. Vargas gaat hij scoren, ja. Dan is het gezien. Is Zwitserland 2-1. Hij schiet zijn bloed neer op voorsprong. Staat Italië te slapen achterin. En is het 2-1 Zwitserland. Hier gaat hij, met zijn tweeën, dan lukt gewoon niet. Keeper komt en dan ja, gaat hij er gewoon in. Heel eenvoudig 2-1 Zwitserland. Die krijgt eigenlijk geen enkele kans om in te grijpen. Pellegrini. En wat voor papiertje gaan we nog krijgen? Pellegrini. Wat is een spektakelstuk. Italië komt naar voren. De eerste achtste finale wedstrijd. Di Lorenzo. Di Lorenzo! De speler blokkeert het schot. Dat is een fout, dit is ook een fout. Werk zeg, om hem daar af te pakken. Daar ligt iemand van Italië. Zwitserland gaat daar niet op wachten. Hij ligt daar nog altijd. Hij doet wel weer mee aan het spel, dat is goed. Dit is ook een heerlijke paas hoor. Veel Zwitserse, maar komt er niet door. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Ja, oh, Zwitserland, Italië staat hier. Nou, die gaat er raak niet naast. Dat was bijna een goal. Dat was bijna een goal uit de snelle koude van ze. 9 minuten op de klok. Er wordt nu een beroep op de bank gedaan. Net als bij Monopoly. Op de klok. Dit is een overtreding, gaat de kaart voorkomen. Onreglementair afgestapt op een gevaarlijke plek. Gele kaart. Daar kun je een gele kaart voor geven. Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Ja. Federico Chiesa. Een geweldige verdedigende actie. Het is allemaal net niet voor Italië. Ook NFD dan. Loopt het gewoon net niet. Ebischer. Wow, die wordt gewoon naar voren gerand. Ja, maar waar, maar niemand. In de reguliere speeltijd. Het is een goede bal. Barella. Barella. Wie komt er? Dus hij. Komt hij erdoor? Hij is erdoor. Hij is erdoor. En het is 2-2 in de 88ste minuut. Is het weer 2-2? Is het gelijk? Gaan we richting de verlenging? Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken hoe lang je aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, dan gaan we hier ook nog wissel inzetten. En dat pakt hij met twee handen aan. En de stand weer in evenwicht. 2-2. Vargas. Dat is Granit Xhaka.
Fabian Scheer. Hoe moet de, gaat hij erbij krijgen? Drie minuten blessuretijd wordt erbij gezet. Zwitserland gaat nog een keer aanzetten. Goal hoor. Misschien is dit de laatste hoekschop. Maar 2 minuten nog op de klok. Mooi moment om dat doelpunt nog eens te zien. Hier die 2-2. Corner. Voor het doel gebracht. Weggekopt. Er zit iemand bij. Maar hij mag het doen. Hij mag het doen. Hij is helemaal alleen. Hij is alleen. Hij is alleen. Dus even uit. Oeh, dit is een penalty. Dit is een penalty. Zo tegen het einde van de wedstrijd. Sommer gaat de fout in. Strafschop Italië. Een cruciaal moment in de dying seconds. Zoals ze dat noemen. Gaat hij erin? We zien wel. Is het Italië dat doorgaat? Wordt verlenging of gaat Italië door? Ideale Pellegrini scoort! Italië naar de kwartfinale. Zwitserland ligt eruit en wat een wedstrijd! Hier hoeven we weinig woorden aan vuil te maken. Zwitserland doet het zelf. Zwitserland ging volop in de aanval en kwam countermogelijkheid. Elke penalty heeft een risicofactor. En Italië gaat door. Dus toch geen verlenging. Maar het is Italië dat, dat doorgaat. Pellegrini. Doe dat. En het is ook meteen afgelopen. Een mooi resultaat voor Italië. Italië naar de kwartfinale. We kunnen stellen dat ze het niet cadeau hebben. Ze zitten regerend Europees kampioen. Altijd in de race. Uiteindelijk zijn ze toch wel verdiend door. 3-2. Voordat Zwitserland toch misschien een klein beetje, toch wel een klein beetje sterker vond. Maar ja, het is zo dus. Eerste achtste finale wedstrijd. Ging bijna op een verlenging, maar het is toch geen verlenging geworden. Pellegrini. Dat is gewoon geniet. Ging de bal op de stip. Zwitserland maakte een dure fout wat hun ja, naar huis moeten. Het is zo het is. De voorsprong dan nu. Maar ja. Zo kijk ik naar de wedstrijd overzicht, dan is het wel allemaal prima. Zwitserland 2, Italië 3. Wij zien elkaar vanavond om 9 uur tussen Duitsland en Denemarken, volgens mij. Ja? Volgens mij wel getekst. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En net tot vanavond om 9 uur dan maar weer, hè, jongens. Mazzel!